Dat is Ron. Dat is Ron. Dat is Ron. Wat lach jij? Dat is Ron. Ik zweer het je, dat is Ron. Hier, kijk. Dat is Ron. Wat? Acht ging weg. Zag je dat? Daar komt Ron. Let op. Of op het podium, of in de... Nee. Ja! Kijk, Jan Versteeg. Wat? Wie is de mol in een spel waar altijd nog een addertje onder het gras? En in dit geval was het geen addertje, maar was het een soort python. Het is Ron! Het is geen python! Vandaag is het volgende berichtje. En het was niet van hard. Hallo, dit is Ron. Ik heb een kans om terug te komen in het spel. Ron, de eerste kandidaat die eruit vloog, kwam opeens terug. Wat een zieke grap was dat. Informatie voor de komende test. Die informatie kan ik met jullie delen. Ga ik met jullie delen. Als jullie bij mij komen zitten in de loge. Ja! 10 minuten hebben ze. En ik kan een vrijtijdje en ik kijk naar de loge en ik zie daar dus gewoon... Ga naar Ron! Oh! Ja, Jan, rennen dan. Oh, dat was zo erg. Ren dan! Ga nou! Krijgen, maar ik zag al meteen dat niemand ging. Ruben, die las dat bericht en die staat vervolgens nou echt als een haas op om naar buiten te rennen. En ik heb als reflex hem vastgepakt. Niet! En zonder te praten gezegd, hoe zit het? En je gaat helemaal niet weg. Dat is natuurlijk het allerdomste wat je kan doen. Elke vezel in mijn lijf buiten, wie is de mol? Ze zeggen, hey Ron, kom in godsnaam. Ja, fuck jullie, hè? Ze moesten allemaal op de plek zitten zoals de laatste aanwijzing. Niet op de plek zitten. Ga, schiet hem maar op. Dus zouden wij naar Ron gaan? Zit hij daar in zijn eentje? Nee, flikker op. Jeetje. Ja, haal hem maar terug. Ik kon niet bewegen. Haal. Ik werd gegrepen door een reactie van de groep. Nee. Hoe lang hebben ze nog? Niet. Ga naar Ron! Niet waar dit. Nee, dus... vuil. Ga dan gewoon. Ligt hij er nou uit? Ligt hij er... Ja, nee, serieus. Voor geld. En dan maar hopen dat we goed zaten. Meen je dit? Nee. Er waren 2 verraders op het podium. Ik denk dat er 9 in de zaal zijn. Jullie konden geld verdienen bij deze opdracht. 2000 euro. Moeten jullie allemaal op de goede plek gaan zitten? Godverdomme. Ik kan je vertellen dat dat niet gelukt is. Ze hebben het geld niet eens. Jullie zaten op de juiste plaats. Ook dat nog. Oh. Fijne avond nog. Nee. Kom dit. Je vindt het echt grappig, of niet? Godverdomme. Oh, ik kan wel janken, arme Ron. Vuile kutgroep.